Straatventers aan de Jodenbreestraat, die in verband met de ordening van de binnenstad hun standplek dreigden te verliezen, hoeven daarvoor niet meer te vrezen. Met tussenkomst van de parlementariërs Edgar Sampi en Cedric van Samson heeft districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost afgezien van zijn eerder besluit om de straatventers te laten verwijderen. Zo is overeengekomen dat de vergunningen worden verlengd en dat de groep rechtstreeks zal vallen onder het commissariaat. De bedoeling is ook dat er een platform wordt opgericht om de orde en rust te garanderen. Sampi is tevreden met het bereikte resultaat. We geloven en we hebben sterk geloof in de groep aan de Jodenbreestraat dat ze ook Surinamers zijn en dat ze ook bereid zijn bij te dragen aan de opbouw van ons land. Dus in die hoedanigheid gaan we zij ook meenemen aan de opbouw, de ontwikkeling van de Jodenbreestraat. Dus daarom komt er een platform, ontwikkeling Jodenbreestraat, waar mijn collega Cedric van Samson en ik ook zitting in zullen nemen, maar ook vertegenwoordiger van de straatventers, zodat zij ook in, dat platform zitten om zaken van dichtbij mee te maken, zodat er wat is aan de Jodenbreestraat, dat ze gelijk aan de bel trekken en dat de commissariaat daarvan op de hoogte is. Ik ben blij met de oplossing en dat de DC zo open was om de groep te horen en samen met de groep te kijken naar oplossingen. Sampi vertelt ook dat de resortcommandant van Paramaribo Centrum deel zal uitmaken van het platform om bij eventuele calamiteiten sneller te kunnen ingrijpen. Twee straatventers vertellen ingenomen te zijn met het bereikte resultaat. Ik vind dat nou een boetorie er een oplossing kon je begrijpen. Toen sinds hoe ben ik zo boskoput dat allemaal moest verwijderen daar. Hoe ben je bij dat zo stress maar in bereken dat hoe abo een jonge parlementariër daarbij en parlementariër Edgar Sampi daar maar springen in daar maar begin bemiddel naar DC te hoe kon dat een oplossing en ik vind dat meneer Sampi liever een boem bijdrage in het systeem. Ja. Ja, ik vind het goed en ik ben ook blij mee. Ik bedoel ook dat ja, de man goed denkt en wat oplossing komt. Ja, toch? Ja, dus ja. Want we hebben gezien, we hebben ook een tank om pijf van jou water. Dus we kunnen moeten voor Assange ook gaan doen, maar we kunnen het verdienen aan brede. Dan gaan we daar ook voor gaan beginnen opnieuw. Ik kom er ook bij. Twee straatventers van de Jodenbreestraat. De groep bestaat uit ongeveer 150 personen. De straatventers mogen met toestemming van het commissariaat Paramaribo Noordoost verder gaan met de verkoop van hun waar, onder de voorwaarde dat zij de orde, veiligheid en rust helpen garanderen.